Tichseplein, Hillesluis, Rotterdam-Zuid. Hier zat Tairo Malasia tot groep 7 op de Bogermansschool, recht tegenover het huis van zijn oma. Nog altijd komt de linksback van Feyenoord hier vaak, chillen met zijn vrienden. Zijn beste vriend kent hij al sinds zijn vijfde. En dat is hij, Michel. Tairo was een van mijn eerste vrienden. Dat sowieso. En dat is hij nog steeds? Ja, en nu zijn we eigenlijk familie eigenlijk. Ja? Ja. Ik zie het niet meer als vrienden. Zeker niet. Nee? Nee. Kan je proberen te omschrijven wat het verschil is? Ja, veel vrienden heb ik eigenlijk niet. Het zijn eigenlijk de mensen die hierachter staan. En vanaf dag 1 hebben ze mij altijd met alles gesteund. Daarom zeg ik dat ik hem gewoon en de rest gewoon als familie zie. En, ik gun deze mensen die hier staan en Michel natuurlijk, gun ik gewoon alles. 2 jaar was Michel Cornelia toen hij van Curaçao naar Nederland kwam. Op Curaçao wist niemand wat hij exact mankeerde. Hier bleek het te gaan om een zeldzame spierziekte, SMA type 2 om precies te zijn. Hij groeide niet goed en heeft weinig kracht in zijn armen en benen. Hoe oud hij kan worden, wil Michel niet weten. Ja, een levensverwachting. Ik denk dat sowieso bij iedereen God bepaalt wanneer je leven voorbij is en wanneer je leven begint. Dus ik vind het niet echt nodig om mijn levensverwachting op te zoeken. Nee, je wil gewoon van iedere dag genieten. Juist. Zeker. Toen jij Michel voor het eerst ontmoette, zat hij al in een rolstoel. Ja. Klopt. Is dat voor jou ooit enig moment geweest dat je dacht van, hoe komt dat? Heb je daar wel eens naar gevraagd? Nou ja, natuurlijk weet ik natuurlijk hoe het zit, maar ik heb me er nooit raar bij gevoeld of anders naar hem gekeken. Want in principe deed hij gewoon ook altijd met ons mee. Hij was er gewoon bij, dus nee. Maar voetballen ging niet? Nee, voetballen ging niet, maar hij heeft wel vaak genoeg dat we dan bijvoorbeeld partijtjes speelden. En dan stond hij gewoon met die rolstoel in de goal. Ja. En dan deed hij ook gewoon even mee. Ja, dus we probeerden hem in zoveel mogelijk dingen gewoon mee te nemen en bij te betrekken. Ja. En kon je wel aardig keepen, Michel? Ja, de ballen gingen er niet in, hè? Nee. Nadat Michel zijn mbo-diploma haalde, schreef hij een jaar lang aan een businessplan voor zijn eigen bedrijf. Nu is het zover. Forever Different, zijn eigen kledingmerk. Daar hoort een professionele fotoshoot bij. En een model is snel gevonden. Omdat ik zelf gek ben op fashion, wou ik zelf ook ooit een eigen merk beginnen. Eigenlijk is dit voor mij ook een droom. Net als voor Tairo, profvoetballer, worden een droom is. Is dit voor mij ook een droom die uitkomt. 2 jeugdvrienden uit Rotterdam-Zuid die hun droom verwezenlijken. Malasia maakte vorige maand zijn debuut in het Nederlands elftal en kan uitgroeien tot de vaste linksback van Oranje. Met dank aan de mensen die hem al sinds de amateur steunen, zegt hij zelf. Michel is niet alleen zijn beste vriend, hij is ook een inspiratiebron. Ik zie bijvoorbeeld hoe hij in het leven staat en ondanks wat hij heeft, dat hij toch alles uit het leven probeert te halen en altijd positief is. Jij zegt, Tairo, Michel heeft nog meer doorzettingsvermogen dan ik. Ik denk dat het wel eigenlijk gelijk staat. Ja? Ja. Dat is jouw grootste kracht, doorzettingsvermogen. Ja. Maar van hem ook. Van mij ook, ja. Ik heb zo vaak gehoord dat ik het niet zou redden of niet zou halen. En ik heb het wel heel erg moeilijk gehad. In mijn jeugd, elftallen vooral. Omdat ik niet altijd de beste was en het is altijd een twijfelgeval. En uiteindelijk sta ik toch hier. 2 jonge gasten van 22 groeien samen op en leven dus nu hun eigen droom. Ze zetten door en zijn vastberaden. Tairo Malasia en Michel Cornelia. In de ogen van bijvoorbeeld iemand anders, ze zien er op het eerste oog wel anders uit. Maar ondanks mijn beperking willen andere mensen die zich anders voelen, of een beperking hebben, of wat dan ook, laten zien dat het ook, dat hun ook hun talent kunnen benutten. Je noemt het merk Forever Different, maar je voelt jezelf niet different. Nee. Dat is de boodschap die je wil uitstralen. Ja. Dat is een mooie boodschap daaraan. Zeker. Mis, beste. Inderdaad.